De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Hoor nu, o Zoon van Pritha, hoe je me volledig en zonder twijfel kunt kennen door yoga te beoefenen, met een bewustzijn dat volledig van mij vervuld is en met een geest die verbonden is met mij. Ik zal je nu deze kennis, die zowel fenomenale, materiële als spirituele kennis omvat, volledig verklaren. Heb je deze kennis eenmaal, dan zal er verder niets meer voor je te kennen zijn. Onder vele duizenden mensen streeft er misschien één naar volmaaktheid, en van hen die de volmaaktheid hebben bereikt, kent nauwelijks één mij werkelijk. Aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie en vals ego, samen vormen deze acht mijn afgescheiden materiële energieën. O sterk gearmde Arjun, naast deze energieën heb ik nog een andere, hogere energie, die uit de levende wezens bestaat, die de rijkdommen van deze materiële, lagere natuur benutten. Alle geschapen wezens hebben een oorsprong in deze twee energieën. Wees ervan verzekerd dat van al wat spiritueel en materieel is in deze wereld, ik de oorsprong en de ontbinding ben. O overwinnaar van rijkdom, er is geen waarheid die boven mij uitgaat. Alles berust op mij, als parels aan een draad geregen. O Zoon van Kunti, ik ben de smaak van water, het licht van de zon en de maan, en de lettergreep Om in de Vedische mantras. Ik ben het geluid in de ether en de bekwaamheid in de mens. Ik ben de oorspronkelijke geur van aarde en de hitte in vuur. Ik ben het leven van al wat leeft en de ascese van alle asceten. O Zoon van Pritha, weet dat ik het oorspronkelijke zaad ben van al wat is en ook de intelligentie van de intelligente en de moed van de machtigen. Ik ben de kracht van de sterken, die vrij is van hartstocht en begeerte. En ik ben seksualiteit, die niet tegen religieuze principes indruist. O Heer van de Bharatas, Arjun, weet dat alle zijnstoestanden, zij het in goedheid, hartstocht of onwetendheid, gemanifesteerd worden door mijn energie. In zekere zin ben ik alles, maar ik ben onafhankelijk. Ik ben niet onderhevig aan de hoedanigheden van de materiële natuur, omdat ze zich juist in mij bevinden. Misleid door de drie hoedanigheden, goedheid, hartstocht en onwetendheid, is de hele wereld onbekend met mij, die boven deze hoedanigheden verheven ben en onuitputtelijk. Deze goddelijke energie van mij, die is samengesteld uit de drie hoedanigheden van de materiële natuur, is moeilijk te overwinnen. Maar zij die zich aan mij hebben overgegeven, komen haar gemakkelijk te boven. Kwaadaardige personen die volkomen dwaas zijn, die de laagsten onder de mensen zijn, die door illusie van hun kennis beroofd zijn en die de atheïstische aard van demonen hebben, geven zich niet aan mij over. O beste onder de Bharatas, vier soorten vrome mensen beginnen me met devotie te dienen. Hij die in nood verkeert, hij die naar rijkdom verlangt, hij die nieuwsgierig is en hij die op zoek is naar kennis van het absolute. Van deze vier is degene die volledige kennis bezit en die voortdurend bezig is met zuivere devotionele dienst de beste, want ik ben hem heel dierbaar en hij is mij heel dierbaar. Al deze toegewijden zijn ongetwijfeld grootmoedige zielen, maar hij die kennis over mij bezit, is me net zo dierbaar als mijn eigen zelf. Omdat hij bezig is in mijn transcendentale dienst, zal hij mij het hoogste en meest volmaakte doel zeker bereiken. Na vele malen geboren en gestorven te zijn, geeft degene die werkelijk kennis bezit zich aan mij over, wetend dat ik de oorzaak van alle oorzaken ben en dat ik alles ben wat bestaat. Zo'n grote ziel is zeer zeldzaam. Zij die door materiële verlangens van hun verstand beroofd zijn, geven zich over aan de halfgoden en volgen de specifieke regels en bepalingen van verering die overeenkomen met hun eigen aard. Ik ben in ieders hart aanwezig als een superziel. Zodra iemand verlangt een halfgod te vereren, sterk ik zijn geloof zodat hij zich aan die bepaalde godheid kan wijden. Begiftigd met zulk geloof spant hij zich in om een bepaalde halfgod te vereren en krijgt hij datgene waar hij naar verlangt. Maar in werkelijkheid worden deze wensen alleen door mij vervuld. Mensen met weinig intelligentie vereren de halfgoden en de vruchten die ze ontvangen zijn beperkt en tijdelijk. Zij die de halfgoden vereren gaan naar de planeten van de halfgoden. Maar mijn toegewijden bereiken uiteindelijk mijn allerhoogste planeet. Onintelligente mensen die me niet volmaakt kennen, denken dat ik, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krishna, eerder onpersoonlijk was en dat ik nu deze persoonlijke vorm heb aangenomen.
Door hun geringe kennis weten ze niets van mijn hogere bestaan, dat onvergankelijk en onovertroffen is. Voor dwaze en onintelligente personen ben ik nooit zichtbaar. Voor hen ben ik verhuld door mijn interne vermogen. En daarom weten ze niet dat ik ongeboren en onfeilbaar ben. O Arjun, als de allerhoogste persoonlijkheid Gods, weet ik alles wat er in het verleden gebeurd is. Alles wat er in het heden gebeurt. En alles wat er in de toekomst gebeuren zal. Ook ken ik alle levende wezens, maar niemand kent mij. O afstammeling van Bharat, o bedwinger van de vijand, alle levende wezens worden in verblinding geboren, verward door de dualiteiten die voortkomen uit verlangen en haat. Zij die in vorige levens en in dit leven vroom gehandeld hebben en van wie de zondige activiteiten volledig zijn vernietigd, worden bevrijd van de dualiteiten van verblinding, waarna ze mij vastberaden dienen. Intelligente personen die naar bevrijding van ouderdom en dood streven, zoeken hun toevlucht bij mij in devotionele dienst. Zij zijn werkelijk Brahman, omdat ze alles afweten van transcendentale activiteiten. Zij die zich volledig van mij bewust zijn en mij, de Allerhoogste Heer, kennen als het besturende beginsel van de materiële manifestatie, de halfgoden en alle methoden van offeren, kunnen mij, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zelfs op het moment van de dood, kennen en begrijpen.